het leuke hiervan is dat ondernemers met elkaar in één keer bezig zijn. We hebben weer contact. We doen het ook massaal. En dan sieren we leuk het centrum op. Het is wel een ludieke actie. Ik kreeg vorige week een mailtje en dacht van nou, dat weet ik niet. Maar goed, gaandeweg, bij mij moet het dan even wat landen en dan denk ik van oké, ik ga er helemaal voor. Dat verbindt de ondernemers toch ook weer, ondanks de crisis, met elkaar, dat je toch samen sterk staat. En ik ben heel erg benieuwd naar de beelden straks van de Hoogstraat. De boodschap namens ons is natuurlijk om de mensen toch een hart onder de riem te steken in deze ja, toch wel hele erg bizarre tijd. En om samen toch de tijd door te komen, zeg maar. Ja, enig hoor. Ik doe mijn best. Heel leuk. De tekst is, je hebt een hart van goud. Omdat wij vinden dat eigenlijk iedereen die een steentje bijdraagt aan de coronacrisis, ja, toch een goede daad uitvoert. En dus ook een beetje dubbelzinnig voor ons als juwelier zijnde, dat eigenlijk iedereen goud verdient. Blijf gezond, blijf spelen. Always look on the bright side. Ik vind dat je gewoon optimistisch moet blijven, ook al hebben we echt wel barre tijden als retailers. Ja, wij willen er het beste van maken. Wellicht kunnen we misschien wel voor 1 juni nog al open gaan. Maar als ik voor mezelf, als het 1 juni zou mogen zijn, dan ben ik al lang blijer. Dan denk ik van, dan kunnen we toch nog een mooi stuk van de zomer meepakken. We hebben een mooi groot terras ook. Dus dan kun je ook echt heel veel mensen mooi op afstand neerzetten van elkaar. En dus dan, dat zou wel erg fijn zijn.